Could you please get up the four top gallant yards? We're gonna brace. 2 points, starboard tack. Eigenlijk kun je dit het beste in de praktijk leren. Maar wil je er nog iets van opsteken? Let dan goed op. Type clipper, genaamd Stad Amsterdam. Allereerst de tuigage. Onder het tuig wordt alles verstaan wat nodig is om het schip te laten zeilen. Laten we aan dek beginnen. Dat is met de bowsprit waar de jibboom aan vast zit. Aan boord spreken we vooral Engels, vanwege de internationale bemanning en om onduidelijkheden te voorkomen. Op een driemastvol schip zoals de Stad Amsterdam hebben we natuurlijk drie masten. We hebben de mainmast, de mizzenmast en de voormast. En vervolgens de yards. Dit zijn de horizontale rondhouten die aan de mast zitten. En daar hangen weer de vierkante zeilen aan. Dan missen we nog de boom en de gaff. En natuurlijk de zeilen. Ik noem ze maar één keer. Ben je er klaar voor? De spanker, de crossjack. Maar afhankelijk van de windhoek wordt de crossjack of de spanker gezet. Op de mainmast heet het onderste zeil de main course. Maar eerst even terug naar de mizzenmast. De mizzen topsail, mizzen top gallant en de mizzen royal. Tussen de masten zetten we de zogenaamde staysails. Mizzen staysail en de top gallant staysail. Dan gaan we naar de mainmast. Main lower topsail, main upper topsail, main top gallant, main royal en als laatste het skysail. Tussen de mainmast en de voormast zitten er ook wel staysails. De main staysail, de main top gallant staysail en de main royal staysail. En op de voormast de forecourse, four lower topsail, four upper topsail, four top gallant en jawel de four royal. Vervolgens hebben we nog een viertal staysails voorop. Het four staysail, inner jib, outer jib en de flying jib. Op deze clipper maken we ook nog eens gebruik van de traditionele stunsails. Aan de yards kunnen stunsail booms worden uitgeschoven en hieraan worden de stunsails gehezen. Het lower stunsail, upper stunsail en het top gallant stunsail. Zo, dat was hem wel. Een heel bijzonder, de Jarvis winch. Hiermee kunnen we de yards stellen ten opzichte van de wind. En dit heet brassen. Dat doen we met de zogenaamde Jarvis winch. Deze stelt ons in staat om de onderste drie yards tegelijk te brassen. Met slechts twee deckhands. En tenslotte de pinrails. Alle lijnen van de zeilen worden vastgezet op deze pinrail. Elk zeil heeft zijn eigen plek op de pinrail. Laat dat maar even op je inzinken. Gaan we de volgende keer in op de zeiltheorie.